house rap. Gewoon een beetje donkere muziek, zeg maar. Maar wel met die nieuwe vibe. Boef. Optreden. Femke Louise, hi. Mijn verleden, ik fok er ook niet mee. Hoe lang geleden? Ik denk een jaar of twee. Ja, ik ben dom geweest, maar dat ben ik niet meer. Ben niet op neppe shit en ook niet meer scared. Nu doe ik mij iedereen in paniek. Nummer 1 in de charts op de slechte muziek. Ik hou gewoon van muziek. En mensen die muziek maken om iets te vertellen van hunzelf. Telt ze mee? Nee, man. Zij zit sowieso niet in mij. Leen. Ik werk zeker met vrouwen samen. Ik heb op mijn album Picasso een track met Maan. Ik heb op mijn album Trap Grammy een track met I Am Aisha. Ik zou niet met haar willen samenwerken. Ik heb een hele sterke fanbase die het mij dit hartstikke kwalijk gaat nemen als ik met Femke Louise een track maak. Wil je mij niet zien, dan volg me dan niet. Ik zie wel wat er online gebeurt. Ja, ik heb sowieso de meldingen van alles uit. Ik heb geen WhatsApp gelukkig, dus die meldingen krijg ik ook niet. Je moet de rust voor jezelf bewaren, man, anders word je gek in het leven. Ik heb wel extreme fans, ja. Ik denk niet zo extreem als bijvoorbeeld de Be Brave fans. Toen Be Brave toen nog was. Dat was echt lijp. Ik heb één keer met hun een concert gedaan. En toen kwam ik bij het hek. En dat had ik nog nooit meegemaakt, maar er stonden allemaal kinderen voor het hek. En ik kon niet doorlopen. Ze gingen voor de auto staan, naast de auto, gewoon omsingeld. Ik denk dat dat wel gewoon echt de die hard fans zijn. En ik heb er ook wel een paar van, daarvan, maar de groep is vele malen kleiner. Ja, ik heb ooit seks gehad met een fan. Bibi Rexha Ferrari. Ik heb niet echt een gevoel ook bij deze track. Ik weet niet wie het is, ook eerlijk gezegd. Ik rijd zelf in een Toyota Aygo. Ik wil nooit een Ferrari. Het is wel een mooie auto, gewoon om naar te kijken en zo, maar ik weet niet, ik zie mezelf daar niet in rijden, man. Ja, natuurlijk geef ik hem geld. Kettingen heb ik het meeste geld uitgegeven dit jaar. Deze heb ik nu een jaar, denk ik. Ja, dit is eigenlijk gewoon mijn dagelijkse. Ik was eigenlijk niet zo'n juwelenman. Toen ik deze heb laten maken, dacht ik, ja, is eigenlijk wel tof. Ik koop wel dingen voor mijn moeder. En mijn broertje en mijn zusje. Overload ze niet met spullen of zo. Maar ja, als ze wat nodig hebben, dan ben ik er wel gewoon toch. Ik wil dit jaar een huis kopen. En een nieuwe auto, denk ik ook. Ja, ik denk dat ik de mensen ga verrassen. Iedereen denkt dat ik een Mercedes ga kopen. Dus ik ga nog niet zeggen wat ik ga kopen. Living in the fast lanes, getting kind of lonely. Ik denk dat dit ook wel voor mij geldt. En voor elke artiest. Alles gewoon om je heen gaat gewoon snel, man. Van de een op de andere dag ben je bekend geworden. Voor de mensen om je heen blijft eigenlijk alles hetzelfde. Dus het wordt voor hun ook moeilijk om zich in jou te verplaatsen en andersom ook. Ik ben heel veel mensen kwijtgeraakt, ja, in de afgelopen 3 jaar. Je bent best wel veel aan het doen en het is best wel intensief. Terwijl het voor de buitenwereld gewoon lijkt alsof je alleen maar aan het chillen bent. Omdat het gewoon rappen is en dat het toch is wat jij leuk vindt om te doen. Nessim Naji, geluk. Ik heb jarenlang gestreden, nu kan ik proosten op geluk. Kom je tijd met haar besteden, ik zeg mijn vrouw, ik heb het druk. Leven dat we leven, daar is niet meer normaal, het is niet meer normaal, het is. Het is dope, man. Hier zou ik naar kunnen luisteren. Gewoon als ik thuis zit of als ik in de auto zit of wat dan ook. Ik zie niemand als mijn concurrent. Nessim is ook niet een concurrent voor mij. Ik ben eigenlijk alleen maar in competitie met mezelf. Mijn volgende stap moet gewoon beter zijn dan mijn vorige stap. Wat is geluk voor mij? Ik denk gewoon dat mijn moeder gelukkig is. Ik denk dat het heel belangrijk is. Mijn broertje, mijn zusje. Ik denk dat geld ook een deel geluk is. Mensen zeggen dat geld niet gelukkig maakt, maar ik denk van wel. De tijd waarin ik in de game ben gekomen, begon meer geld binnen te komen. Dingen begonnen mee te tellen. Spotify bijvoorbeeld begon mee te tellen in de charts. Dat soort dingen kwamen allemaal toen ik net in de game kwam. Dus ik denk dat ik daarvoor heel veel geluk mee heb gehad. Ja, mensen verliezen, denk ik. Ik denk dat dat het ongelukkigste is wat ik heb meegemaakt. Het was een periode dat ik heel veel mensen om me heen verloor. En nu gaat het wel wat beter, denk ik. Ik denk dat ik dat wel kan zeggen, ja. Zayn, Let Me. For the rest of my life. I
heeft wel een toffe stem. Dat is niet mijn type muziek. Ik voel het gewoon niet. Meestal heb ik wel een gevoel bij een track als ik het tof vind. Baby, let me be your man. De laatste keer dat ik dit tegen iemand zei, was nooit. Ik denk dat ik nooit op deze manier tegen een vrouw zou zeggen dat ik haar een man wil zijn of zo. Gisteren was ik voor het laatste beetje verliefd. Het is nog in de proeftijd. Mijn proeftijd duurt lang, man. Ik denk wel een maandje of 3, 4. In de proeftijd kan ik nog niet even van mezelf prijsgeven. Bij jou eerst een beetje aan het observeren. Ik heb geen droomvrouw. Ik heb altijd, of tenminste altijd, in de relaties die ik heb gehad, zijn allemaal verschillende soorten vrouwen geweest. Maar mijn droomvrouw moet wel bepaalde dingen kunnen, zoals koken, koken en koken. Ik ben meestal uit huis, toch? Dus vandaar dat ik ook zeg koken. Als ik thuis kom, is het wel fijn als het gekookt is. En als het huis schoon is, daar ben ik ook niet zo goed in, schoonmaken. Maar ik denk dat de vrouw ook gewoon prima kan werken en koken en schoonmaken. En dat kan mijn moeder ook. Ik heb ook een keer geleerd dat mijn vrouw op mijn moeder moet lijken. Ik vind, denk ik, Alicia Keys de mooiste vrouw van de wereld. De mooiste vrouw van Nederland. Veronica misschien? Het is misschien gek als ik dit zeg, je weet toch, maar ik vind het een afknapper als meisjes joints roken. Ik rook zelf en ook best wel veel, maar ik weet niet, man. Ik vind het gewoon niet aantrekkelijk bij vrouwen. Nicki Minaj, Chun Li. Hey yo, look like I'm going for a swim. Dunked on him, now I'm swinging off the rim. Bitch ain't coming off the bench. While I'm coming off the court, fully drenched. Hey yo, I been on. Bitch, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. I mean, I been storm. X-Men been form. He keep on dialing Nicki like the prince on. Ik vind gewoon dat zij een beetje te veel aan het praten nu is over ik ben de beste. Vroeger vond ik haar wel echt hard in de tijd, zeg maar, van Lil Wayne, toen zij net kwam. Het is niet mijn type vrouw die ik als mijn vrouw zou willen, maar kijk er maar graag naar. They need rappers like me. Ja, dit is iets wat ik nooit zal zeggen. Hoe ben ik anders dan anderen? Ik omschrijf gewoon wat er om mij heen gebeurt. En ik denk niet dat wat er om mij heen gebeurt, dat het ook exact bij andere mensen gebeurd is. Ik denk dat dat gewoon is wat mij onderscheidt. Ik hou het gewoon dicht bij mij. Ik maak wel, zeg maar, heel veel muziek en niet alles komt uit. Sommige dingen haal ik ook gewoon voor mezelf. Ja, ik denk dat sommige dingen gewoon te persoonlijk zijn, toch? Als ik die zou willen delen, had ik ze wel gedeeld. Ik denk niet dat ik, zeg maar, een voorbeeld heb qua muziek, maar misschien wel qua werkspirit. Ik vind Jonah Fraser, heb ik, zeg maar, vanaf het begin meegemaakt. En dat is voor mij wel een voorbeeld geweest. Wanneer zal ik stoppen met rappen? Ik denk dat ik sowieso zal stoppen met rappen als ik rond de 30 ben. Ik wil niet zeggen stoppen met rappen, want ik vind muziek maken gewoon leuk. Dus ik zal waarschijnlijk wel gewoon nog muziek maken. Maar als ik op, zeg maar, dit tempo blijf werken waarop ik nu werk, dat ik rond mijn 30ste hartstikke stabiel zit en niet meer hoef te werken. Ik wil dat ik dan huisjes heb op Suriname en Curaçao. Wil je meer zien van release reacties? Subscribe dan op 538 en laat in de reacties achter wie jij de volgende keer wilt zien. Release reacties werd mede mogelijk gemaakt door Duke, je persoonlijke muziekgids.